wij gaan naar Almere City Football Club om daar een wedstrijd te zien van de persoon die wij gaan interviewen, Lars Nieuwpoort. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij de wedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard. Yes. Welkom bij de Jupiler League. Nieuwpoort aan de bal, Lars Nieuwpoort met een actie. Het publiek wordt grimmiger en het is tijd voor een pauze. Het was een leuke eerste helft, maar de tweede helft belooft veel meer. Ik hoop dat het in het voordeel van Almere beter gaat worden. Ja, ze gaan even vragen aan een paar journalisten of ze nog wat tips voor ons hebben. Bent u de journalist? Ja. Heeft u nog tips voor ons? Hij is uitgegroeid tot vaste kracht centraal achterin bij Almere City. Hij is nu echt vaste waarde. Hij heeft een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. Spelers home. Dit is de spelers home. Je mag alleen familie, bekenden, vrienden en ja, mensen die de profvoetballers kennen. Ja, een koekje nemen. Neem maar eentje. Ja! Eindwerk, zeg, toch? Ja. Ik ga hem even interviewen, ja, toch? Kan het licht niet aan op het veld? Wauw. Wat vond je jezelf van de wedstrijd? We begonnen wat slordig, dat zag je ook wel. Kwamen, de eerste 10 minuten kwamen we aardig onder druk. Ja, ik hoorde net van je vader en zijn vriend dat je, dat je toch wel meer kracht en zekerheid moet uitstralen. Ja, de tips. Ja. Ik hoorde je vaak ook nog zeggen, kom eens jongens, doordrukken, verdedigen. Ja, je moet ook coachen van als je achterin zit. Wat is jouw idee? Ramos bijvoorbeeld, dat vind ik een hele. Hij heeft een paar keer gescoord al dit seizoen. Ja, en jij hebt hem nog niet. Voor wie heb je nou het talent? En je moeder zei natuurlijk, ja, dat is van mij natuurlijk. Ik denk van mijn pa, ja. Goeie vraag. Ja, laatste vraag. Mag ik je handtekening? Ja, tuurlijk.